Goedenavond, hartelijk welkom. Mijn naam is Henk Kooi en ik heet u allen welkom bij de aflevering 1 van de Blauwe Barometer. Bij de 78ste, bij de 82ste, 85ste, 90ste, 93ste, 97ste. Hartelijk welkom bij de 100ste aflevering van de Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Het is vandaag... Nou, dat is een heel verhaal, want ik ben vrijwilliger geworden bij Avisie eind 2017. En toen liep ik eigenlijk al rond met de gedachte om een radioprogramma te presenteren. Maar het is pas in 2019 concreet geworden om te beginnen met de Blauwe Barometer. Waarin we iedere week een gast aan het woord lieten die een speciale band heeft of had met Almelo. Ja, en voordat je het weet, dan zijn de 100 afleveringen vol. En dan hebben we ondertussen heel wat vlieguren gemaakt. En dat was ook de bedoeling. Nou, alle begin is moeilijk. Dus ook de eerste uitzending was een uitzending van vallen en opstaan. Maar mede dankzij de voortreffelijke assistentie van technicus Tobias ging het steeds beter lopen. Nou, het is moeilijk om er... bepaalde uitzendingen uit te plukken. Wat ons opviel is dat Almeloers, de Almeloerse gasten in de Blauwe Barometer, in het algemeen goede vertellers waren, goed van hun woord konden afkomen en interessante dingen te vertellen hadden. En het mooiste is voor de luisteraar dat hij of zij na afloop van de uitzending zegt: ik had niet gedacht dat deze persoon dit of dat zou vertellen. Of: ik vond het fijn om te horen hoe deze persoon in het leven staat. Of wat hij of zij heeft meegemaakt. Nou, niet zozeer verbaasd. Als wel de rijkdom van de uitspraken van de mensen aan het eind van de uitzending. Waarin we telkens vroegen: wat is jouw woord voor de wereld? En daar kwamen hele verrassende dingen uit. Ook soms cliché opmerkingen als meer vrede, meer verdraagzaamheid. Maar ons viel het altijd op dat het altijd uit een goed hart kwam. En dat was letterlijk hartverwarmend. Nou, we willen sowieso de 250 volmaken. Okay. En het leuke is, Almelo zit vol met vriendelijke, aardige, interessante gasten. En of ze nou burgemeester zijn of wethouder of toiletjuffrouw, wij maken althans geen enkel onderscheid. Okay. Tobias, ook jij bent er al 2,5 jaar bij? Nee, nog geen 2,5 jaar. Ik ben er sinds... eind april 2021 bij. Het begin was moeilijk. Ik deed thuis wel op de zolderkamer, zoals het vroeger bij velen is begonnen. Maar het begin was wennen, maar uiteindelijk leer je hoe dingen werken, hoe de jingles moeten ingestart worden, hoe het programma begint, sluit. Ja. Nou, vorige week toevallig heb ik een klein foutje gemaakt. Toen had ik het liedje dat er was, maar dan een andere versie. Ja. Maar snel opgelost om snel een... Maar toch zijn dat vaak de leuke dingen, hoor. Ja, het is een live programma, dus alles kan fout gaan. Ga je mee door? Zeker. Het is, dus je blijft Henk ondersteunen.